wij gaan het verkeer regelen tijdens de afsluiting van 17 tot 20 juli op de Veluwe Dreef. Wat de automobilist moet doen als zij ons zien is voornamelijk goed kijken, oogcontact zoeken en goed opletten wat voor aanwijzingen wij geven. Een van de bewegingen die ze kunnen zien is een stopteken en die vindt plaats op deze manier. Met de rechterarm omhoog en dat betekent dan dat ze moeten stoppen. Verder, als de mensen door mogen rijden, dan heeft iedere verkeersregelaar heeft daar eigenlijk zijn eigen manier een beetje voor. Dat is ook maar net gelangen hoe je voor het verkeer staat en welke kant je ze op moet sturen. Maar het is vooral belangrijk dat ze naar onze armaanwijzingen kijken en anders eventueel mondelijk contact met ons gaan zoeken. Wij staan er absoluut niet om mensen tegen te houden en hun persoonlijk te pesten. Wij staan er voornamelijk om het verkeer in goede banen te leiden en om juist de mensen die eigenlijk ons niet mogen of ons als pesterij zien, om juist sneller door te laten rijden dan in andere gevallen. Wij hebben regelmatig last van automobilisten die niet naar ons luisteren. Maar dat is toch voornamelijk een manier waarop je ermee omgaat, of ze luisteren ja of nee. Wij komen inderdaad regelmatig tegen dat mensen agressief worden, maar dat is ook voor ons een manier dat wij daar gewoon of niet op reageren of daar gewoon heel rustig mee omgaan. Als ik het verkeer sta te regelen ben ik niet bang, absoluut niet. Want dat is voornamelijk de manier waarop je dus, wat ik net ook al zei, omgaat met het overige verkeer, met de mensen. En het is vooral een voornaamste vorm dat je vriendelijk bent tegen een autochauffeur of een automobilist. En dan zijn ze ook vriendelijk tegen u.